De Coup de France wordt op 21 maart voor de vierde keer wereldwijd gevierd. In dat kader zal Courtyard by Marriott de beroemde chef-kok Guillaume Brissard uit Frankrijk te gast hebben. Op de Coup de France wordt de Franse keuken gevierd. Chef-koks over de hele wereld serveren dan een diner à la française. We hebben gesproken met Florence Lampereur, cultural attaché van de Franse ambassade, en Rémi de Miranda, food and beverages manager van Marriott. Lampereur zegt dat de Franse chef Brissard in samenwerking met Marriott wordt gehaald om de Coup de France in Suriname een speciale tint te geven. De Miranda geeft aan dat Marriott voor de derde keer meedoet aan dit evenement en dat het restaurant die dag in Frankrijk wordt omgetoverd. He got his first Michelin star at only 31 years old. Chef Brissard comes from the west of France, right next to the sea, and he really emphasizes the importance of French products. He likes to go to the seaside and eat oysters on the spot with his fellow cooks. And it's also what he really wants to do here, go to the market, discover the fresh products. And it's also what Good France emphasizes on, healthy products, non-transformed products. Ik denk dat het voor veel Surinamers ook leuk is om een keer echt Frans eten te proeven. We hebben natuurlijk veel leuke, lekkere restaurantjes in Suriname. Maar de Franse keuken is niet nadrukkelijk aanwezig. Natuurlijk zitten er overal elementjes. Maar op 21 maart draait het echt om de Franse keuken. En dat gaan de chefs, chef Guillaume en chef Arnold, gaan dat samen doen. Zoals je zelf al aanhaalde, is dat onze chef ook veel internationale ervaring heeft. Hij heeft overal ter wereld gewerkt, in India, in Engeland, op cruiseschepen. En hij is zelf ook in Parijs geweest, waar hij aan de bekende school de Cordon Bleu heeft hij een training gevolgd. Dus hij heeft wel wat affiniteit met de Franse keuken. Volgens de chef-kok van Marriott, Arnold Tessio, is het een eer om met de Franse chef te mogen werken. Tessio zegt dat hij zich goed voorbereidt om aan de slag te kunnen gaan met de Franse chef. We do our own mental mission plus. So basically, the process of that one is like we're thinking ahead of how we're going to execute it, because it's going to be quite busy and challenging. It's going to be a 7-course meal, and with the quantity that we are having now is quite high. Yeah, and there will be an exchange. We will learn from you, and you will learn from him. Yes, true. Not just that we are be learning from the Michelin star, but we will also incorporate the touch of Suriname to his dish. So hopefully he will get something from us as well. We usually do international cuisines here with local touch, so it's not new for the team. But this one, we are more excited because we are working with Michelin star chef. Dat was Arnold Tessio, chef-kok van het Courtyard by Marriott Hotel. Hij sprak over de Coup de France die op 21 maart wordt gehouden.